Jullie weten intussen al met welke maximumsnelheid je op de openbare wegen mag rijden. Niet alleen te snel rijden, maar ook abnormaal traag rijden, zodat iedereen je moet inhalen, is een overtreding. Laten we nu even kijken welke veilige afstand tussen twee rijdende auto's moet bewaard worden. We noemen dat de veilige volgafstand. Hoe sneller je rijdt, hoe meer afstand je moet bewaren. Via een eenvoudige formule kan je die afstanden berekenen. Namelijk de snelheid waarmee je rijdt, gedeeld door 2. Stel dat in dit voorbeeld de auto's 120 km per uur rijden. Dan is de veilige volgafstand 60 meter. En rijden ze 100 km per uur, dan wordt het 50 meter. De stopafstand is de afstand die een auto aflegt tussen het moment dat een bestuurder ziet dat hij voor iets moet remmen, tot het ogenblik dat de auto stilstaat. Stel dat deze bestuurder plots een ongeval ziet gebeuren. Tussen het ogenblik dat hij het ongeval ziet en het moment dat hij die prikkel in zijn hersenen verwerkt en beseft dat hij zijn voet op het rempedaal moet brengen, is de auto al een aantal meter verder gereden. Hoe sneller je rijdt, hoe groter de afstand wordt die tijdens de reactietijd wordt afgelegd en hoe langer de reactieafstand. Bij 50 km per uur is de reactieafstand bijvoorbeeld 15 meter. Bij 90 km per uur 27 meter. En rijd je 120 km per uur, dan wordt het al 36 meter. Nog voor je het rempedaal hebt ingedrukt. De afstand die de auto aflegt vanaf het ogenblik dat de bestuurder het rempedaal indrukt tot de auto volledig stilstaat, is de remweg, of remafstand. Ook hier, hoe sneller je rijdt, hoe langer de remafstand. De remweg verschilt trouwens ook nog eens op een droog en op een nat wegdek. En zoals je hier kunt zien is de remweg op een nat wegdek duidelijk langer. De stopafstand is de afstand die een auto aflegt tijdens de reactieafstand en de remafstand samen. Op deze grafiek zie je dat hoe hoger de snelheid waarmee je rijdt, hoe langer die stopafstand wordt. Er bestaan allerhande ingewikkelde formules om de stopafstand te berekenen. Maar het theorie-examen, of veilig rijden, is nu eenmaal geen wiskunde. Kijk daarom onderaan dit filmpje op onze site voor wat je precies moet kennen. Sommige voertuigen zijn uitgerust met ABS, of anti-blokkeersysteem. Dit voorkomt dat de banden op het wegdek gaan slippen als je fel remt. Remmen met ABS wil niet noodzakelijk zeggen dat de remafstand korter wordt dan remmen zonder ABS. En rem je met ABS op een nat wegdek, dan zal de afstand langer zijn dan met ABS op een droog wegdek. Tot slot vermeld ik nog dat om veilig te rijden en te remmen, de banden van de auto in goede staat moeten zijn. De profieldiepte moet minstens 1,6 mm zijn. Maar dat is een absoluut minimum. En de bandendruk moet volgens de voorschriften van de fabrikant zijn. Maak je een lange uitstap of moet je een zware lading vervoeren, dan verhoog je best de druk een beetje.